Opgave 36. Er wordt bij som A gevraagd om de tabel verder in te vullen. We zien dat als de kaars een nulurige brand heeft, dat die 25 centimeter lang is. Dus die 25 kunnen we daarin vullen. Als die 2 uur gebrand heeft, dan is die kaars nog 20 centimeter lang. Dus die vullen we hierin. Als die 4 uur gebrand heeft, is die kaars nog 15 centimeter lang en die vullen we dan daarin. En als de kaars 6 uur gebrand heeft, is die kaars nog 10 centimeter lang, die zetten we hier neer. En bij 8 uur branden is de kaars nog 5 centimeter lang en die vullen we daarin. En dat ziet er dan als volgt uit. Bij vraag B wordt gevraagd hoeveel centimeter de kaars per uur korter wordt. We zien in de tabel dat de kaars na 2 uur branden 5 centimeter korter wordt. Dus zal die in 1 uur branden 2,5 centimeter korter worden. En tot slot vraag 36c. Daar wordt gevraagd om de gegevens op de verpakking verder in te vullen. Nou, allereerst wordt hier gevraagd om de lengte van de kaars. Nou, dat hadden we al gezien. Als de kaars nog 0 uren gebrand heeft, is die 25 centimeter lang. Dus dat vullen we daarin. Het aantal branduren van de kaars. We zien dat die 8 uur gebrand heeft en dat die dan nog 5 centimeter lengte over heeft. Nou, we zagen al dat die elke 2 uur branden 5 centimeter korter wordt. Dus zal die na die 8 uur branden nog 2 uur kunnen branden, dus de totale brandtijd is 10 uur. Die vullen we daarin. En het aantal kaarsen is dus een kwestie van tellen. We zien dat er bovenop 6 kaarsen op een rij liggen, maar daaronder is ook nog een laag. Dus het antwoord daarvan is 12 en dat vullen we daarin.